We staan hier vanavond in de Hilton in Antwerpen op zoek naar de Miss Antwerpen 2012. Wie schittert er het mooist in een bobo-jurk met het kroontje op haar hoofd? U ziet het meteen. Maar een daverend applaus. Hier staan ze nog eens een laatste keer, de al 21e kandidaten. We gaan er meteen de gerechtsdeurwaarder bij halen. Darlene, Justine en de uitredende Miss Antwerpen voor de bekendmaking. Ja, nu staan ze hier nog met z'n 21e, maar wie was weer die top 7? Kunnen zij nog heel even op een rij komen staan? Darlene, zullen we beginnen met de twee eredames? Is dat een goed idee, de tweede eredame? Wie is de tweede eredame geworden? Marilyn Peters! Dus Marilyn, jij gaat al door naar de nationale preselectie. Proficiat ervoor. Eerste eredame zal dat ook mogen. En wie is dat geworden? Sirge de Schepper. Nou, twee eredames zijn begint. Vooraleer we de nieuwe Miss kronen, weet ik dat we misschien ook nog een crown card kunnen uitreiken. Is dat ook in Antwerpen het geval? Ja, inderdaad. We hebben ook deze avond nog een extra meisje uitgenodigd naar onze nationale preselectie. Die krijgt van ons een crown card en die gaat naar Saskia Kokken. Ook op de site van Samsung is er massaal gestemd op een van onze finalisten. En ook daar is een meisje die het meest aantal stemmen achter haar naam had. En de Samsung wildcard die gaat naar... Jella Trog. Heel gelukkig. Straks iedereen al uit op de afterparty hiernaast van Carré om te klinken op het succes van de nieuwe Miss en op haar eredames en crownkaart. Maar wie is nu de nieuwe finaliste Miss Belair Provincie Antwerpen 2012? De nieuwe Miss Antwerpen is Diona Dom. Mooi kijk.
Remy dat ze heel zenuwachtig was, maar ze heeft het zo hard verdiend, echt waar. Ze sprong eruit voor mij. Echt een verdiende winnares? Ik vind het zeker een verdiende winnares. Ik ben blij dat ze mij mag opvolgen. Idem, dito, Justine, hetzelfde antwoord graag. Wel ja, het waren heel mooie kandidaten dit jaar in Antwerpen. Ook heel goede interviews gehad. Heel sociale meisjes, heel lieve meisjes. Dus het was niet zo gemakkelijk. Vanaf dat die top 7 bekend was, had ik toch wel wat moeite van wie zet ik op 1, wie zet ik op 2, wie zet ik op 3. Maar uiteindelijk heeft Diona mij toch overtuigd en heb ik haar op de eerste plaats gezet. En je ziet, voilà, ze is gewonnen. Oh, ik ben nog een beetje helemaal aan het natrillen, dus ik weet nog niet helemaal goed wat zeggen. Ik ben natuurlijk enorm blij. Het is een heel vermoeiende parcours geweest, het is een heel vermoeiende show geweest. Dus ja, ik ben echt wel blij dat dat zo goed is afgelopen voor mij. Het was spannend. Was je zenuwachtig? Toch wel, naar het einde toe vooral, maar in het begin viel het nog wel mee. Maar... Met andere woorden, ik heb vernomen van heel veel collega's, je bent echt een verdiende winnares. Ah, dat is fijn om te horen. En had je zelf gedacht dat je vanavond Miss Antwerpen zou worden? Eerlijk gezegd niet, nee. Maar ja, dat kun je echt niet inschatten, je kansen. Want we zijn ook wel met 17 heel mooie meisjes. En ze verdienen eigenlijk allemaal wel een kroontje. En nu de volgende stap naar de grote finale avond, Miss België in januari. Ja, dat is... toch ook wel spannend. Dat is nog iets groter dan heel dit gebeuren. Dus ik kijk er ook wel naar uit. Elle est superbe. Elle est superbe. Enfin, dès le début, j'ai vu. J'adore, parce que c'est un mélange de cultures. Son papa est indien, alors elle nous a fait un Bollywood. C'était superbe. Je trouve qu'elle est très belle. Elle a juste... C'est même pas un défaut. Certaines personnes ont dit oui, son nez est un peu comme ça, mais elle a tellement de charisme, je la trouve très belle. C'était vraiment ma favorite depuis le départ. Leuk meisje, absoluut. Het was niet zo evident, omdat de acts waren wel leuk. Ik vind het een leuk spontaan meisje, dus ik ben benieuwd. Je zat uiteraard vandaag in de jury. Was dit ook jouw pronostiek? Absoluut. Wij waren het eigenlijk allemaal unaniem eens. Ja. Ze was erbij. Ze was bij de top 3, absoluut. En ik moet zeggen, het is een verdiende winnaar. Absoluut. Het was een mooie verschijning. Veel personaliteit. Ondanks haar jong zijn, want ze is wel heel jong, hè, natuurlijk. Hè. Maar dus wel, ik wens haar veel succes toe en denk dat ze er absoluut van gaan genieten. Ze was wel verbaasd. Ze had dat niet verwacht, denk ik. Maar ja. Is het de eerste maal dat je in de jury zit voor een Miss België wedstrijd? Dat is mijn eerste maal, ja. Dat is toch maar raar, vind ik. Allee, zo, toch een speciaal... Ik vond het top. Ja, maar je... Ja, maar ik vond het top. Het is een speciaal... Mario, top, Mario glundert. Ik vond het tof. Ik glunder, ja, tuurlijk, uiteraard. Want ik had er niet onder banken van stoelen steken. Het mooie vrouwen zie ik wel graag, uiteraard. Maar het is natuurlijk wel raar, zoiets. Is het al mijn vak niet... Ik heb daar bewondering voor, ik heb daar respect voor. Ik heb daar, dat is ook een apart vak trouwens. Justine zit er elke dag in, dus ja, ze weet het. Hè. Ken je Justine goed? Ja, Justine is een van mijn leerlingen geweest in Masterchef. Hè. Dus, en ze heeft dat trouwens zeer goed gedaan. Voor mij niet alleen een van de mooiste meisjes die deelname nam, maar ook erbij nog een slimme meid die eigenlijk al 7 jaar geneeskunde doet. Nee, 6 jaar. En die volgend jaar haar laatste jaar ingaat. Dus het is niet alleen een mooi meisje, maar ook erbij nog een verstandige en slimme meid. Ja, zeker een verdiende winnares, ja. Ze was zelf een beetje onzeker over haar positie, denk ik, om mis te worden. Maar het is een goede mis, denk ik. Het zijn voor jou de laatste weken stressy days. Ja, inderdaad. Ik zou blij zijn als het morgenavond 12 uur is. Dan is alles voorbij. Dan weten we wie dat er naar de nationale preselectie komt. Hè. Ja. Nee, ik denk een goede keuze. Hè? Absoluut. Ik stond mee in mijn top 3. Dus... om eerlijk te zijn, van de laatste 7 waren er 6 in mijn lijst van 7 finalisten. Dus ik denk dat ik een goede inschatting heb gemaakt van wie kanshebbers waren. Maar vanaf dat gaan die 7 laatste, selectie van 7 laatste finalisten zit, ja, zijn de verschillen eigenlijk klein. Hè? Maar is zij terecht gewonnen? Uiteraard, dat is hoe het systeem in elkaar zit, de democratie van de stemmen.
Ja, dat klopt. We waren vanavond aanwezig met het merk Ray-Ban en Vogue ook. We zijn trouwe partners van Miss België en Miss Antwerpen al enkele jaren. Het was eigenlijk schoon. We hebben onze producten kunnen laten zien samen met de bikinis. Het was echt een zomerse accent van de show. Nu vandaag een zonnebril is een modaccessoire geworden. Dus het is wel het fiets perfect in de show vanavond. Dus we zijn heel blij. Het was een zeer mooie show. De integratie van het product was zeer vlot. En de sfeer was er. Er was veel ambiance, veel beweging, veel enthousiasme van de kandidaten. We voelen liefde voor het product. Dus het is leuk voor ons product, hè, voor de zonnebrillen. Zeer aangename ervaring. Nog een keer in Antwerpen, voor Miss Antwerpen. En verdiende winnares? De winnares eigenlijk was, dat was mijn favoriet. Het is, absoluut. Ik vind het een zeer mooie meisje. Iemand die veel te zeggen heeft, iemand rijp. Het was een zeer goede keuze. Ik ben blij met de uitslag, absoluut.